Door de Museumstraat lopen we langs de prachtige tuin in herfstkleuren naar de ingang van het Dordrechts Museum. In de tuin staat een beeld van Maria Rose, Toorn Magdalena Toorni uit 2021. Magdalena krijgt alle kleuren van de regenboog. Uit hout gehakt is ze een tastbaar visioen van hoop. Onder de titel Kiss My Soul, hemelse en aardse liefde in de hedendaagse kunst, toont het Dordrecht Museum een tentoonstelling over de verbeelding van de liefde anno nu. Bron van inspiratie voor de tentoonstelling is het schilderij De hemelse en aardse liefde uit 1850 van Arie Scheffer. De model van Vera Gulikus is de blikvanger van de tentoonstelling. Van Charlotte Slijfert zijn deze 9 tekeningen Woman in Nature. Van Jules Kraaier zijn deze 2 houtskooltekeningen. De tentoonstelling bestaat uit tekeningen, schilderijen, collages en sculpturen. Aan de hand van 6 hoofdstukken over de liefde lopen we door het hedendaagse liefdeslandschap. Meer dan 75 werken van 30 kunstenaars geven een overzicht van de beeldende kunst in de 21ste eeuw. Koes Staase maakte met kleurpotlood op papier To Capture and Collect. Hoe spelen schaamte, schuld en lust een rol? Carte Blanche van Charlotte Wijse bestaat uit krijt en olieverf op doek. Deze pijl doorboort je hart. Indrukwekkend zo'n liefdesketting op de vloer. De Bewening van Christus van acryl op doek is een werk van Helen Verhoeven. Charlotte Slijfert maakte Electronic Waste in 2018. Raquel van Haver maakte Tamara in 2021 tijdens de lockdown. Zij gebruikt altijd een mix van materialen. Gijs Asman maakte Liefde in 2013. Hij borduurde de merklap uit klederdracht. Hetty loopt niet alleen langs pure liefde. Tranen zijn de glitters van het leven van Bas Kosters is gemaakt van diverse stoffen, leer en bamboe. Van Natasja Kensmil is dit huwelijksportret van Johan de Wit en Wendela Bikker.
De geschiedenis schemert door de verf in een portret vol pracht en praal, maar ook vol duisternis. Helen Verhoeven schilderde dit Cosmic Nude met acrylverf op linnen. Healing Water uit 2020 zijn werken van Calliope Lemos. And Life is Over There van Femi Otte, verstrengeld in haar sculpturen, religieuze symbolen uit verschillende wereldreligies. Liefde is helemaal alleen, samen, helemaal alleen. Liefde overwint alles. Liefde is sterker dan de dood. Borsten uit 2023 van geblazen glas zijn van Maria Rozen. Haar sculpturen zijn wulp, schul en sexy. Haar mannelijke liefdesappels zijn even potent. Dit is werk van Andrea Eva Ghiori. Haar werk is vervuld van haar strijdbaarheid en levenslust. Zij overlijdt op 27-jarige leeftijd. Femi Otte maakte dit liefdeskoppel werken van Koos Stase van kleurpotlood op papier. Hij tekent het mannelijk lichaam als wervend landschap en zoomt in op de vitale delen. Met deze intieme foto eindigt ons bezoek aan Kiss My Soul.